minimum alcoholprijs wordt. Al in 2012 stemde het parlement in met deze maatregel om overmatig alcoholmisbruik tegen te gaan. Maar tot nu toe wist de drankindustrie onder aanvoering van de Schotse whiskyassociatie met succes de invoering tegen te werken. De Hoge Raad in Londen doet woensdag definitief uitspraak. Maar wat zou invoering betekenen voor Schotland? Een land waar het aantal doden door alcohol meer dan 50% hoger ligt dan in buurland Engeland. Maarten Bleumers ging naar Schotland om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. It's a disease of more, because whatever I do, I want more of it. I was in the hospital and surprised that I'm not dead. Ik ben te gast bij een praatsessie in de bekende afkikkliniek Castle Craig, even ten zuiden van Edinburgh. My mom came here 15 years ago. En dit is Adam. Hij kwam hier al om zijn aan alcohol verslaafde moeder te bezoeken en zit er nu dus zelf. Hij behoort tot de 25% problematische drinkers in Schotland. I believe Amy Winehouse stayed here and so did Robbie Williams. Let's go inside and talk about the way Scotland should deal with alcohol. Okay. Schotland heeft een lange historie als het aankomt op overmatig alcoholgebruik. Na een piek in 2006 leek het beter te gaan. Overheidsmaatregelen en de financiële crisis zorgden voor een daling van de cijfers. Maar de afgelopen 3 jaar gaat het weer slechter, zegt Dr. Eric Carlin van Scottish Health Action on Alcohol Problems, een vooral uit medici bestaande organisatie. And the estimate is that up to 51,000 children in Scotland live with a problematic drinker. Een van de meest recente cijfers: 51.000 kinderen groeien op in een gezin met een probleemdrinker. Terug naar Adam in de kliniek. Zelf dus zoon van een verslaafde moeder, maar heeft nu zelf ook kinderen. Een maand geleden ging hij met zijn familie kamperen. Mooie sterrenhemel, meteoren, blootje erbij, drinken. Unfortunately, that led to a falling out between my wife. I was acting insane. I just left her. So I went back to get my mobile phone. I tried shaking it out of her hand. Het liep allemaal zo uit de hand dat zijn vrouw de politie belde wegens mishandeling. En Adam kwam voor de tweede keer in 7 weken wegens alcoholmisbruik in de cel terecht. And that was the final straw really. That was just holding up my hands and saying I need help really. I don't want to be that man. I don't want for my kids to grow up like I did. Adam heeft nu zelf hulp gezocht, maar dat lukt natuurlijk niet iedereen. Dr. Eric Carlin van Scottish Health Action on Alcohol Problems. I used the analogy of a football pitch. De afgelopen jaren gebruikte hij vaak de beeldspraak van een voetbalveld. Want er stierven tot voor kort 22 mensen per week door alcoholmisbruik. Maar die vergelijking gaat niet meer op. Het zijn er al 24. Op 5 miljoen inwoners is dat heel veel. That wouldn't work now. It's 24. And it's very clear from our studies that we've conducted in hospitals in Glasgow and in Edinburgh. Professor Jonathan Chick staat aan het hoofd van de afkikkliniek waar ik zojuist met Adam was. Hij doet ook al jaren onderzoek naar de oorzaken van alcoholmisbruik. Uit zijn studies blijkt dat zo'n 90% van de drankjes waardoor probleemdrinkers in het ziekenhuis terechtkomen zeer goedkope drank is. Die in Schotland gewoon in de supermarkt te koop is. This is absolutely to do with the cheap price. En daar wil de regering al jaren wat aan doen door het instellen van een minimumprijs. 50 pence, zo'n 57 eurocent op een eenheid alcohol. In een pint bier zitten bijvoorbeeld 2 eenheden alcohol. The latest estimates from the University of Sheffield are that a 50p minimum price would lead to just over 2000 fewer deaths. Een onderzoek door de Universiteit van Sheffield laat zien dat die invoering van de minimumprijs de komende 20 jaar kan leiden tot 2000 minder doden door alcohol en bijna 40.000 minder ziekenhuisopnames, zegt Dr. Eric Carlin. Now that's huge. Vlakbij het centrum van Edinburgh. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Klein supermarktje, dat zijn de mensen die getroffen gaan worden. Er staat niemand achter de toonbank, wel een hoop drank achter de toonbank, whiskies en goedkope dingen. Good morning. Hello, sir. Just show me, what are the cheapest booze's you've got here? Frosty Jack is a cider. Goedkope cider, dat is een van de dranken die de overheid ook aan gaat proberen te pakken. If you sell a liter bottle of cider for £2, it might be £2.50 in future. So it's not going to make a big difference to people not buying it or cut down on buying it.
Deze winkelier denkt niet dat de prijsstijging iets uit gaat maken. Maar hij maakt direct duidelijk dat nog niet iedereen de impact van de minimumprijs voor ogen heeft. Hij denkt dat de prijs van deze liter cider met 50 pence omhoog gaat, van 2 pond naar 2,50. Maar het gaat om het aantal eenheden alcohol die erin zitten. En dat zijn er meer dan 10. Dr. Eric Carlin maakt nu het juiste sommetje. £5.30 from £1.99 on a £2 product. Van 2 pond naar meer dan 5. Dat is nogal wat. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de drankindustrie onder aanvoering van de Scottish Whisky Association, de SWA, in opstand is gekomen. Rosemary Gallagher van de SWA. In terms of legal argument, we think that minimum price is a trade barrier. So we believe it's illegal. De SWA houdt al vanaf 2012 de invoering van de minimum alcoholprijs door middel van rechtszaken tegen. Nadat Schotse rechters oordeelden dat de minimumprijs ingevoerd mocht worden, ging de SWA naar het Europese Hof. Die oordeelde dat de SWA gelijk heeft dat de minimumprijs in strijd is met het vrije verkeer van goederen. Maar de rechter oordeelde ook dat invoering van de minimumprijs gerechtvaardigd kan zijn als het gaat om de volksgezondheid. En daarmee gaat het toch goed, zegt de Whisky Association. There has been a fall in harms and deaths from alcohol. So do you think measures in place are already working? That's not true. Because the latest reports say they're rising the last three years. In terms of trend, the long-term trend is still down. So from. Maar de laatste drie jaar is er toch weer een stijging. Going up. But as I say, the long-term trend is still downwards. So it's still lower down. So you're depending on it going down again. We're hopeful the trend will go down again. Hun hoop is dat de stijging van de afgelopen drie jaar gezien wordt als tijdelijk. En bovendien maakt de association zich zorgen om de tienduizenden banen in de alcoholindustrie in Schotland. The industry directly employs 10,000 people in Scotland. It supports 40,000 jobs. We're worried if Scottish whisky is damaged, the knock-on effect could be to damage those jobs and that investment. So that's a concern of ours. Onzin, zegt conservatief lid in het Schotse parlement en lid van de commissie voor volksgezondheid, Alex Cole Hamilton. We haven't seen a collapse in that industry. We haven't seen the loss of jobs. In fact, if anything, we are living in a heyday for the whisky industry. Ondanks prijsstijgingen de afgelopen tijd is de whisky-industrie kerngezond. Zoals hij het ziet, traineert de Whisky Association het invoeren van een minimumprijs nu al 5 jaar. Daarin hadden al veel levens gered kunnen worden. Want in het enige andere land met een soortgelijk, maar niet helemaal dezelfde maatregel, Canada, is het aantal alcoholgerelateerde doden wel degelijk gedaald. I regret the time that this has taken though, because I think that time can be measured out in human lives. Maar Adam in de afkikkliniek denkt niet dat de minimumprijs gaat helpen en ziet problemen alleen maar toenemen. Are children going to go without food because of this? And volgens hem zal een drankverslaafde zijn drank willen kopen, hoe dan ook. Ook al is hij arm en ook al is de prijs 2 keer zo hoog geworden. Het gezin zal minder eten kunnen kopen of misschien de energierekening niet meer kunnen betalen. And in Scotland you definitely need the heating on. Een argument dat de Whisky Association ook vaak aanvoert. Maar Dr. Eric Carlin is daarover duidelijk. Just a load of lies. It's laughable to me that. Leugens en ongeloofwaardig dat de Whisky Association zich opeens bekommert om de situatie van de armen, alsof zij artsen dat niet doen. It's just a joke to me. Professor Chick snapt de angst van de Whisky Association wel. Het sneeuwbaleffect. They know that it will be followed in Northern Ireland, Wales and in the Republic of Ireland and then other European countries might well follow. Niemand weet precies wat het resultaat gaat worden van de minimumalcoholprijs. Maar wat professor Chick betreft is er maar één manier om daar achter te komen. We have to do an experiment. Komende woensdag horen we dus van de Hoge Raad in Londen of Schotland de proeftuin wordt voor dit experiment. De Schotse Whisky Association hoopt ook nog dat deze maand de belastingen op whisky worden verlaagd, want volgens hen staat de hele sector onder druk. Hoe dat zit is morgen te horen in opnieuw een reportage van Maarten Bleumers. Intussen gebeurt er natuurlijk veel meer in de wereld. Wij kozen vanochtend het volgende. In het noorden van